Heel Nijmegen liep hard. Althans, dat leek wel zo dit weekend. Op zaterdagmiddag starten 800 basisschoolleerlingen aan de mini-Zevenheuvelenloop. Hier moeten we wachten en dan gaan we zo meteen bij groep 7 of groep 8 de warming-up doen. En dan zo meteen gaan we dan bij start de echte loop doen. Nou, volgens mij ga je gewoon even rennen, een beetje op je plaats rennen. En dan doen alsof je iemand moet ontwijken terwijl je rent. Deze is maar 800 meter en de echte Zevenheuvelenloop is volgens mij vanavond 10 kilometer en die dag daarna 15 kilometer. Daar gaan ze! Gefinished waren, was het tijd voor de 6600 atleten die de sfeervolle Zevenheuvelen nacht gingen lopen. Welkom Vila en Jots en Remco. Het ene podium van de maand van de plaatjes voor de grote. Op de herfstachtige zondag gingen de overige 25.000 atleten van start. Bij de profs eindigde de Nijmeegse Jan Krummenskuiken als eerste vrouw. Joshua Cheptegei was de snelste man. Een beetje zin in de hardloopwedstrijd voor vandaag? Ja, ik heb er heel veel zin in. Het is, je zult zeggen dat het slecht weer is, maar dat valt denk ik reuze mee. Het waait een beetje, maar ik denk dat het lekker hardloopweer is. Wat een mooi gezicht om te zien dat iedereen in de startblokken staat. We wachten af en dat was het startschort van de 33e editie van deze prachtige hardloopevenement. En wat een mooi gezicht om al die hardlopers weg te zien gaan. De diehards voorop, de profs voorop en achteraan al die duizenden hardlopers. Daar komt Abdi Dagir. 49 minuten.